We zijn met 149 voor in totaal 146 kilometer. Langer dan ooit. Eerst moeten ze 4 plaatselijke ronden overwinnen van 11,2 kilometer. En na een kleine 50 kilometer passeren ze in Ieper vorig jaar nog de startplaats. Altijd een bijzonder moment, die passage aan de Menepoort waar nog elke dag de Last Post wordt gespeeld. En ook die prachtige markt in Ieper wordt aangedaan. Met voorin onder meer de Nederlandse kampioenen. Anoushka Koster. En dan gaan we naar de Kemmelberg. De eerste passage van de Kemmelberg na 70 kilometer. Ellen van Dijk zag u daar uit beeld flitsen. En alle grote namen zitten voorin. Onder andere ook Majerus, Pieters, Cecchini. Goed herkennen natuurlijk de Italiaanse kampioenen. We zien ook Anna van der Breggen, Jolien Doren, Lotte Kopecky en Le Pisteux. En u ziet het, één langgerekt, verbrokkeld peloton. Een dertigtal rensters voorin, maar alles komt opnieuw samen. En vlak na die Kemmelberg ligt de Monteberg. Vooraan Ellen van Dijk, links in uw beeld. En rechts Majerus, de Luxemburgse kampioenen. Niet alleen op de weg, maar ook in het veld waar ze fraaie dingen liet zien. Dit seizoen onder meer in Gaveren. En dan plots team Sunweb dat zich op kop heeft gezet. Ze gaan het tempo, de hoogte injagen. Ze willen de koers hard maken. En ze hebben met Rivera, de Amerikaanse, een hele snelle sprinter in de ploeg. Die Rivera die won onder meer nog de Trofeo Alfredo Binda, ook een World Tour koers voor de vrouwen. En dan opnieuw de Kemmelberg, tweede passage. Het peloton dat snel in twee stukken scheurt. Opnieuw Van Dijk voorin, ook Cecchini. Doren is goed mee naar Telse. Le Pisteux, Pieters ook, Blaak, Majerus, Kopecky zien we daar ook met de handen op het stuur. Die steile en zware Kemmelberg overwinnen. En dit is dan de afdaling. Sinds een paar jaar is die afdaling gewijzigd. Niet meer over de kasseitjes waar al eens zware valpartijen gebeurden, zoals met Jimmy Casper onder meer in het verleden. Nee, het gaat nu via een asfaltbaantje. Nog 45 kilometer en we krijgen nog altijd een hele grote groep voorin. Opnieuw de Monteberg dan. U ziet het tempo gaat flink de hoogte in. Ze proberen weg te raken. Maar echte scheurtjes zijn er niet. Daar in tweede positie verdoken Jolien Doren. Die hoopt op een sprint. Want daarin is zij een van de beste van de wereld. Een aanval dan toch in de finale van Vilmen, de Deense. Ze wordt opnieuw ingelopen. Niemand raakt er weg. We krijgen de sprint. Kijk, rechts in beeld Doren. Die heel even moet inhouden. Omdat daar een of andere reclamepaneel is losgekomen. En voorin zien we dan de kleine vinnige Rivera, de Amerikaanse. Lijkt het daar te gaan halen of komt Jolien Doren met een grote versnelling daar nog over. Trapt veel groter, maar dan zien we links ook nog iemand opduiken. En dat is Le Pisteux. De Finse, ze weet niet of ze gewonnen heeft en dat weet Jolien Doren ook niet. Jolien, ja, heb je gewonnen? Weet je het al? Geen flauw idee, ik weet het niet. Sprinster voelt dat meestal wel. Ja, ik voel niks. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ze weet het niet en wij weten het dan wel als we de finishfoto bekijken. Het is Le Pisteux die het uiteindelijk haalt, maar het is nipt. Ja, yeah, it was a really close finish. I was thinking I was winning, but then I was like, oh, maybe it, I didn't win. And then a few minutes later I got the call that, yeah, I was the winner today. Was this a perfect scenario for you? Were you confident that you could win the sprint? Yeah, I was confident. It was a hard race. It was a longer distance than last year. But yeah, I've been riding long rides and it was pretty big group in the end. And I was hoping I have my sprinter legs there and they were. So ja, het was goed. Maar ik zat volledig aan de linkerkant en ik zat voortdurend te flirten met de balustraden. En het was soms heel gevaarlijk en heel nipt bij momenten. En ik wist gewoon dat ik vroeg moest aanzetten, want ze gingen gewoon van rechts komen en dan zat ik ingesloten. Dus ik denk dat ik op 250 of 300 meter ben aangegaan, maar het was wind op de kop. En we zaten met 4 of 5 op één lijn en ik heb me gewoon nog naar de meet gesmeten eigenlijk. Maar ja, het heeft niet mogen zijn. Ja, dichter dan dit kan je niet bij komen, hè? Nee, klopt. Het is heel jammer. Maar ja, ik heb misschien niet de perfecte sprint kunnen doen, maar ja, de koers is wel eerlijk en op het einde heeft gewoon de sterkste gewonnen. Een eerlijke Doren die tweede wordt, Rivera de Amerikaanse is derde en Le Pisteux wint Gent-Wevelgem.